Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland, maar ook brede opklaringen. We hebben vandaag dus weer te maken met een flinke zonnige periode, maar ook een paar wolken aan de hemel. In het noorden begint de dag eerst nog mistig, maar die mist trekt in de loop van de ochtend snel op en dan breekt ook daar af en toe de zon door. De temperatuur ligt vanochtend al tussen de 12 en de 15 graden, vanmiddag wordt het zo 20 à 21 graden. Op de warmste plek kan het 23 graden worden. Zeer lokaal kan vanmiddag een bui ontstaan. En ook vanavond is lokaal een bui mogelijk. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat vandaag verder weinig wind. En in de eerste avonturen is het nog warm. Uiteindelijk worden de graden 15. Morgen hebben we opnieuw te maken met geregeld zon. Maar ook een paar buien. En de temperaturen lopen ook weer behoorlijk op. 16 tot 20 graden. En opnieuw geldt net als vandaag. Als het mee zit met de zon, kan het zelfs 22 of 23 worden. Dat dan vooral in het oosten. Zaterdag gaan er een paar buien vallen. Zondag en maandag neemt de bewolking toe. En dan moeten we meer rekening houden met neerslag. Grote hoeveelheden worden er echter niet verwacht. Temperaturen gaan geleidelijk wel naar beneden. Maar blijven ruim boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Die is 12 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.